Ja, maar hoe hebben jullie gekeken naar het leugentje van Mark Rutte? Ik heb net paaseieren lopen zoeken, gek. Ik heb ze allemaal gevonden. Ik ben even aan het uitrusten. Dat is toch een vreedzame paasdemonstratie? Een hele vreedzame paasdemonstratie, ja. En ik vind het ook eigenlijk heel goed zo. Ja, nou ja, afgelopen week is Mark Rutte natuurlijk door de mand gevallen. Ja, vind ik helemaal niet heel erg. Hij heeft net geen rode schoenen aan. Hij weet precies hoe of wat. Jij ook met je neusbel in je oor. Ga jij door je hartstikke schieten, flikker. Praat, je bent als Arem. Heb je twee moslims bij je? Hun weten dat je Arem bent. Arem bent, je kankerhond. Nou ja, kijk, je hebt er natuurlijk een paar gekken tussen lopen. Ja, je houdt altijd mensen die zich op een andere manier gedragen. Maar in ieder geval, afgelopen week, hoe heb je naar het nieuws van Mark Rutte gekeken? Ik heb dat zeker gevolgd en ik vind het meer dan schandalig dat iemand gewoon blijft liegen. Of inderdaad zegt dat hij zich niet kan herinneren, dat kan je allemaal. Maar het is natuurlijk een schande voor heel Nederland, hè? Jeetje, hou op, schei uit. Wat een circus was het, hè? Ja, ik heb het niet gevolgd, alle debatten, alle samenvattingjes. Ja, het is een grote poppenkast. Hoe heeft u naar het nieuws gekeken van Mark Rutte afgelopen week? Mark Rutte, ik heb geen nieuws gekeken, echt niet. Nee? Die poppenkast, die gaan geen tijd aan besteden. Nee. Het is allemaal opgezet, de hele... Nep. Ja, om zich moet eruit. Hij is te kritisch. Dus dat is al lang bekend. Ja, maar hoe hebben jullie gekeken naar het leugentje van Mark Rutte? Ik heb net paaseieren lopen zoeken, gek. Ik heb ze allemaal gevonden. Ik ben even aan het uitrusten. Dan kom jij met Mark Rutte dan. Ja, want hoe heb je ernaar gekeken? Stuitend. Stuitend? Stuitend. Ja. Het is theater. Theater. Als dat theater open mag, mogen ze alle theaters nu ook open doen. Het nieuws, het theaterstuk bedoelt u? Het theaterstuk? Het theaterstuk waarin de heer Rutte hier laat zien hoe prachtig hij kan acteren. Ja. Hij is misschien wel de bekendste acteur van Nederland. Ja. Op jou na dan. Ja, want ik ben ook een acteur. Jij bent ook een acteur. Ja? Ja, je speelt toch voor deze theatershow? Oh, dus dit is ook acteur, ben ik. Eén groot theatershow. Misschien is het wel een dubbelganger. Spreekt hij echt de waarheid? Zegt hij, ik weet het niet meer, omdat hij niet was. Nee. Dat weet ik niet. Nou, ik denk dat hij zichzelf aardig in de nesten gewerkt heeft. Laten we dat vooropstellen. Zeker. En of dat een leugen is, dat moet hij voor zichzelf maar verantwoorden. Ja, en nu, hoe moet het nu verder gaan volgens jullie? Hè? Want jullie betalen ook belasting, dus... Nou ja, iemand die zo moeite heeft met de waarheid, ik denk dat hij beter niet een baas van een land kan zijn. Ja. Dat denk ik wel. Hij moet volgens, voor mij, moet hij echt oprutten. Oprutten. Rotten. Oprotten. Oprutten. Oprutten. Toch? Hoe zou jij weer vertrouwen krijgen in de politiek? Nou, niet. Nee. Wat moet er nu gebeuren om Rutte weer geloofwaardig te maken? Wie wil Rutte geloofwaardig maken? Nou ja, wat moet er gebeuren? Nee, wie wil Rutte geloofwaardig hebben? Niet. U hoeft hem niet meer... Nee, ik niet. Heel Nederland zou hem niet meer moeten. Moeten. Ja, waar moet op gestemd gaan worden? Ja, dat blijft natuurlijk ook een hele moeilijke. Want wat daar allemaal zit, heeft allemaal wel iets aan zich hangen waarvan je denkt, nou, moet ik daar wel op stemmen? Maar hij moet weg. Voor mij, hij moet weg. Welke partij zou je groot willen zien worden? Forum voor Democratie. Thierry Baudet. Thierry Baudet. En ik, kijk eens en aan. Ik denk van dat Haga, is iemand die voor de vrijheid gaat. En Wiebren van Hagen is ook prima. Ja. De coronacaravaan, zeg maar. Absoluut. Ja, Forum natuurlijk. De coronacaravaan. Nee. Moet Forum worden. Voor Democratie. Forum voor Democratie. Ja. Mijn partij is Baudet. Ja. Ah, kijk eens aan. Ja. Baudet. Ja. Baudet gaat de coronacaravaan meeslingeren. Ja, dat is wel te hopen. Daar is hij al heel lang mee bezig. Ja, je ziet toch dat Frankrijk en Duitsland langzaam weer in volle lockdown gaat. Nederland weer helemaal open. Dat lijkt me heel verstandig. Heel verstandig. Om dat te doen, ja. Virussen zijn er altijd, zullen er altijd blijven. Zullen altijd muteren, zullen altijd mensen ziek van worden, altijd dood aan gaan. Je moet daarmee ophouden om daar zo'n ongelooflijk ophef van te maken. Je moet mensen beschermen die het nodig hebben en die dat willen. En verder moet je de wereld gewoon laten voor wat het is.